nu we in Nederland weer dat hele gezeik hebben over die zoon van Joe Biden. Hey, Hunter Biden, dat je denkt, God alle macht er nog aan toe. De teletext hoeft toch niet te openen met de zoon van de president. Als die president nou in een beerput was gevallen, allee. Maar dit is toch ook, laten de Amerikanen zich daar zelf druk over maken. Maar dan hoeven wij ons toch niet druk over te maken. Want wat was daarmee dan, met die zoon? Nou ja, die heeft nu een special prosecutor gekregen. Omdat hij had een deal met het OM, maar die is niet doorgegaan. En nou ja, hoe het ook zij. Er komt nu een special prosecutor die al zijn overtredingen en wat hij al niet gedaan heeft gaat onderzoeken. Maar nogmaals, het interesseert me reet. Gaan we er ook niet in verdiepen. Het is allemaal onzin. Ik heb ooit gezegd dat Maxima leek mij een prima vrouw voor onze vorstin. En dat of haar vader deugt, ja of nee, dat is toch flauwekul. Ik zit hier toch ook niet omdat mijn vader wel of niet gedeugd heeft. Nee, je moet mensen hun ouders en ouders hun kinderen niet kwalijk nemen. Dus Bontebal, wiens waar die van afstamt, dat hij tegen die... Bovendien sprak, dan ging dat over de 17e eeuw. Dat verdient hij nou al helemaal niet. Dat die Bontebal daar aan opgeknoopt wordt. Nee. Ik vind dat gezeik over kinderen... Ja, echt heel vervelend. En zeker vind ik dat het teletext er niet mee moet openen. Kortom, laten we ons gewoon expres en om een beetje om de boel te betreiteren, laten we ons eens dus in Duitsland gaan verdiepen. Dat is altijd goed, altijd leuk. Ja, precies. Het is toch belachelijk hoe weinig aandacht wij aan Duitsland besteden. De Brauhaus is zo. De Brauhaus is top. Lekker eten daar. Ja. Terwijl aan Amerika dus voortdurend te veel aandacht krijgt. Of het nu Taylor Swift is of Hunter Biden, het kan me niet schelen. Donder eens op met die Amerikaanse dingetjes. Maar het is wel zo dat Trump-aanhangers zeggen, ja, maar jij censureert Maarten, doordat je het niet over Hunter Biden wil hebben. Nou, als ik het dan toch over Hunter Biden, dan wil ik ook nog wel een boekje open doen over die ongelofelijke eikels, die zonen van Trump. Dat is nog, dat is zijn gezellige lui, hè. Sowieso dat Trump gewoon dat hele oplichtersbedrijf van hem gewoon doorgerund heeft terwijl hij president was. Nee, kom op. Dat is allemaal zo eenzijdig als de pest. Mensen zeggen eigenlijk van ja, Trump is geen heilig boontje, maar Biden absoluut ook niet. Nou, daar zit veel in. Maar nogmaals, je kunt Joe Biden moeilijk het wangedrag van zijn zoon ver. Daarvoor dat mijn zoon morgen iets verschrikkelijks doet. Is dat dan mijn schuld of zo? Ik wil zeggen, dat komt door die linkse van Rossum. Door die communist. Door die opvoeding. Ja, precies. Dat heb je al met al die socialisten. Hè? Moet je kijken, die, nou,